10 jaar Q. Thanks to you. Nou, we zijn in het altijd pittoreske Assen, bekend van de TT. En Claire, kleine verrassing voor haar. Ze heeft namelijk een hele mooie herinnering aan 10 jaar Q. En die gaan we verherbeleven. Je denkt misschien, wat moet die nou met die paraplu? Oud-Hollands weer. Hoort er ook bij, hè, na de vakantie. Vier. Hallo. Claire? Ja? We zijn er. Goedemiddag, Stefan van Q. Gezellig. Goedemorgen. Ik zet mijn paraplu netjes naast die van haar. Hey Claire, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een verrassing voor je. Ja, ik zie het. Kom binnen. Oh, zo, daar zitten we. Ja. Gezellig. Ja. Hey Claire, 10 jaar Q, wat betekent dat voor jou? Veel muziek. En 's ochtends met de krant lopen had ik altijd Mattie Wietse aan. Hey, eigenlijk hebben we een grote verrassing. En dat is? Dat we nog even één keer een krantenwijk gaan lopen. Oh, dat zou heel grappig zijn. Om 10 jaar Q samen her te beleven. Oh, dat is wel leuk, ja. Goed plan? Zeker. Kijk, daar is die, de fiets. Ja. Zal ik het licht aanzetten? Blitzbakkie hoor, Claire. Ja, hè? Is dit nou dezelfde fiets die je toen ook had, of niet? Nee, helaas niet. Die is gejat. Oh. Ze moesten weer in nieuw komen. Super lullig. Ja, best wel. Ook in Assen, jongens. Ook in Assen. Hè. Nou, Claire, daar zijn we. Ja. Ik heb deze tas voor je meegenomen. Zal ik die dan maar achterop leggen? Graag, ja. Jij bent er beter in dan ik, denk ik. Is het dezelfde soort tas als die je toen ook had? Bijna. Ik had een groene. Oh, een groene. Oh, mooi. Even mijn broek ophijzen. Dat moet ook nog een... Yo, daar gaan we. Even de krant bezorgen, Claire. Als van ouds. Ja. Zo, Claire, daar zijn we. De eerste set brievenbussen. Ja. Gaan we hier weer de krant bezorgen. Wow. Holy shit. Stijgerend paard, die fiets die schoot in één keer helemaal naar boven. Maar waarom was je eigenlijk de krant aan het bezorgen? Een beetje extra geld, dat kwam natuurlijk wel mooi uit. Nou, was het niet voor je studie of zo? Wat doe je nu? Ik doe nu een bakkersopleiding, maar nee, het was niet voor mijn studie. Een bakkersopleiding, wat leuk joh. Ja. En al die extra zakcentjes, was je dan er ook ergens voor aan het sparen? Ik spaarde voor een scooter. Een scooter? Ja. En nu zijn we nog steeds op de fiets. Ja, want de scooter is inmiddels ook alweer verkocht. Maar gelukkig niet gejat. Nee. Dat gelukkig niet. Dat scheelt weer. Nou, dat valt dan nog gelukkig mee. Ja. En maar jij luistert elke ochtend gezellig naar Mattie Wietse tijdens het kranten bezorgen? Ja, dat klopt. Want waren een beetje je vriendjes in de ochtend gewoon gezellig? Ja, een beetje wel, ja. Want je doet dus een bakkersopleiding. Ja. En dan binnenkort, nou, dan is de bedoeling dat je bakker wordt. Sta je net als met je krantenwijk best wel vroeg op. Ja, dat klopt. Dan weer je music luisteren? Voor mij wel, ja. Gezellig. Ja, zeker. Hey Claire, bedankt voor 10 jaar Q. Dankjewel. Ah, wat heerlijk. Hoe ging dat dan met het ding? En je hoorde net Marije van Werkhoven uit Oudijk. Die won €6.500. Nou, binnen een paar dagen stond het geld op mijn rekening. Ik dacht, dat was helemaal verbaasd. Dus ik heb gelijk nieuw op mijn terras gekocht. Nou, en 2 maandjes later is van. Dus we zouden eigenlijk gewoon kunnen zeggen dat je op de matrassen die je hebt gekregen van Q Music, ja,